Het wordt steeds warmer in Den Haag. Dat komt omdat de stad veel gebouwen en stenen heeft. En dat houdt warmte vast. Veel mensen hebben daar last van, vooral 's nachts en in de zomer. En daarom hebben ze behoefte aan verkoeling. En wat doet de gemeente om de stad koeler te maken? Meer groen. Hoe verkoelt groen? 1. Bomen zorgen voor schaduw. En 2. Bomen nemen water op en dat verdampt. Dat kan soms wel 10 graden schelen. Ze noemen bomen ook wel de airco's van de stad. En daarom maken we meer ruimte voor groen in Den Haag. En dat gaan we hier regelen. Dit is Lampgroen in het centrum. Een versteende plek. Maar we gaan het met de buren omtoveren tot een groene oase. En op de Oranjelaan in de stationsbuurt is het al vergroend. We hadden hier stenen en nu een haag en prachtige bloemen. En in andere wijken zijn we ook bezig om het lekker groen te maken. Een groene wijk is heel belangrijk voor mij en voor mijn kinderen. Een groene wijk is voor mij heel belangrijk, zodat ook alle kleine beestjes ook hun plaats in de wereld hebben. Een groene wijk is voor mij heel belangrijk. We hebben het nodig in de samenleving.